digitaal stelsel gebouwde omgeving is eigenlijk een set van afspraken om data en informatie goed met elkaar te kunnen uitwisselen en erop te kunnen vertrouwen dat de data die je gebruikt ook de juiste is. Dat is nodig omdat we nu dat vertrouwen heel lastig ontwikkelen met elkaar. Het is niet altijd even helder, wat gebeurt er nou met informatie die ik aan een ander lever? Ik denk dat het grote voordeel van zo'n stelsel is dat we een hoop dingen één keer regelen met elkaar. Daarnaast kunnen we gebruik maken van heel veel standaarden en afspraken die in delen van de sector gemeengoed zijn. Die kunnen we ook in andere delen van de sector gaan gebruiken. En nu komt dat nog wat lastig tot stand. Ik denk dat zo'n DSGO met name ondersteunend kan zijn bij grote maatschappelijke vraagstukken zoals rondom duurzaamheid. Er is heel veel informatie over de bestaande omgeving, de bestaande gebouwen, maar we kunnen dat makkelijk toegankelijk maken voor de partijen die oplossingen kunnen bedenken om die gebouwen te verduurzamen. Zo'n DSGO is denk ik van vitaal belang om echt met elkaar in de sector die informatie en data-uitwisseling goed te regelen. Je ziet dat dat al in andere sectoren goed gelukt is. Een van mijn vaste voorbeelden is Ideal. Als je een betaling wil doen op internet, een transactie, dan is glashelder hoe dat gaat verlopen en brengen partijen die betaling afhandelen daar vertrouwen in. Dat kunnen wij ook in onze sector voor allerlei informatie die we uitwisselen. Mijn oproep is, praat niet alleen over DSGO, maar doe ook mee. Breng jouw use case in, jouw praktijkprobleem. We bouwen de komende anderhalf jaar dit stelsel en daarom is het ontzettend belangrijk dat iedereen daarbij is. Heb je belangstelling, meld je dan aan bij je DigiTeam.